Hey hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Magical Rides. Ja, we zijn weer in Disneyland Parijs voor het Jungle Book. En, wat nee, voor het Lion King en Jungle Book Festival. En zoals jullie zien, we zijn een drieling. Yay! Alle drie in oranje. En alle drie dezelfde opdracht. Ja. Waar? You're gonna be a mirror. Ja, we zijn natuurlijk op weg naar onze meest favoriete stack. De Princess Pavilion! Woehoe! Ja, we zijn keigelukkig. We waren dus, zoals jullie weten, naar het Princess Pavilion gegaan. En we hebben echt de allerlaatste afspraak bij Belle voor de dag. Ongelooflijk. Niet normaal, we hebben echt geluk gehad. En zoals jullie horen, zien, weet ik veel wat allemaal, zijn we nu in Paris de Queen. Want vandaag was hier geen wachtrij. We're rascals, scoundrels, villains, and knaves. Drink up, me hearties, yo ho. We're devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We're beggars and blighters and ne'er-do-well cats. Drink up, me hearties, yo ho. Aye, but we're loved by our mommies and dads. Drink up, me hearties, yo ho. Ja, en van Pirates of the Caribbean zijn we direct doorgekomen naar Central Plaza voor weer een Jungle Book Jive. Oh wacht, we krijgen eerst nog deze. Kijk. Oh ja, dit moet je zien. Kijk, cadeau van mijn vriendinnetje. Ja, ik heb ook een cadeau, maar dat is voor later. Next Avenger. Ja, we doen het even in het Engels. We gaan namelijk even kijken bij de Old Mill of daar een leuke prinses is die misschien op Belle lijkt. Ja, Mickey was de eerste van de mensen, begeleiders, characters, die zag dat wij met z'n drieën hetzelfde aan hebben. Ja, Mickey vond het tof. Ja, we're all orange.
En nee, we maken geen reclame voor de telefoonmaatschappij. Maar ik wil wel even de volgende reclame meegeven. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Crea Mama Leo. Helaas kon Bel niet aan de Old Mill. Maar ja, ze kon natuurlijk al de Princess Pavilion. Maar we hebben het goede nieuws gekregen dat Tiana en Naveen richting Frontierland gaan aan de Molly Brown. Dus dat is kei leuk natuurlijk. Daar gaan we naartoe, hè? Gaan we gewoon naartoe. Ja, ondertussen staan we hier gereed voor de meet and greet met Tiana en Naveen. En net voor deze meet, ja, voordat we hier gingen staan, zeg maar, kon ik even terecht bij Mickey Mouse, ja, de boss zelf, voor echt een epische foto. Echt, hij is geweldig. Ja, je ziet hem hier. Hij is geweldig. Hij is echt geweldig. En jij wou onze raar zien. Dat is wel op onze shirts, hè, natuurlijk. En nu is het wachten op Tiana en Naveen. Ik hoop echt dat het even leuk wordt als vorige keer, maar dat kan binnen niet anders. Dat kan, het wordt gewoon alleen nog leuker. Zo, hè, wat een geweldige meet and greet was dat met Tiana en Naveen. En met Lucas! Lucas was er ook bij. We hebben echt geweldige foto's mee, zoals jullie gezien hebben. En nu gaan we even op zoek naar wat spectaculair plezier. As you can see, we hebben een beetje een ander plan gehaald. Geen Phantom Manor, maar wel Buzz Lightyear. Met eenhoornsnoep. Eenhoornsnoep. Deze aflevering werd trouwens niet mogelijk gemaakt dankzij het eenhoornsnoep. Laten we dat er even... Zijn wel lekker. We hebben ook een file. En we gaan voor de sticker. We gaan voor de sticker, ja, want sinds kort kan je dus stickers krijgen als je het genoeg aantal punten haalt. Dus ja. En we zijn hier met 4 topschutters. Jawel, Maaike, niet bescheiden zijn. En met alles gewoon samen, dan krijg ik het misschien nog. Ja, ja, jawel. We zijn allemaal Hero Galactiek. We zijn wel fanatiek. Hero Fanatiek. Galactiek Fanatiek. Zie, het klopt helemaal goed. We gaan met een stikken naar huis. Sowieso. We hebben nog echt keiveel plannen vandaag. Echt wel trots. Echt veel day. Geen Hero Galactiek. Maar we hebben het wel keigoed gedaan, hoor. Ik zou zeggen, mission over. Hey Suzy. Hallo Suzy. Hallo Perla. Hi Perla. Hallo. Hi Suzy. Bye. See you next time. Hi, hello. I see you again. I see a princess, someone with a heart of gold. I see a princess, just like the ones from tales of old. Beauty of your soul comes shining through. And I see a princess. After all.
Je denkt dat iedereen gaat zingen op camera. Oh, tuurlijk wel. After all, it's a small world after all. En daar gaan wij nu in. Hopen we. Hopen we. Ja. Ja, we waren hier een beetje aan de auberge komen gaan wachten. En we hebben toch wel zeker Cinderella en Rapunzel gezien. En Susie en Perla. En Susie en Perla. Die hadden de best day ever allemaal. Dus dat was heel leuk. En ik had eigenlijk Aurora tegen Cinderella gezegd. Maar ik heb de muziek onder het filmpje gezet, zodat je dat niet hoorde. Maar nu zei ik dat toch heel eerlijk, dat ik dat eigenlijk had gedaan. Maar van ver ligt die dus echt wel op Aurora. Het probleem was, ze was niet heel ver. Nee. Oeps, I did again. Maar Britney Spears is er heel bekend mee geworden met dingen die ze opnieuw gedaan had. Dus... ja. En nu beginnen we een beetje te spetteren. Ja, spetter, lekker door het water. We gaan nog niet naar huis. Zelfs geen druppel later. Nee, ook niet. Nee, we gaan er nog heel veel doen. We hebben nog Belle vandaag. Ja! Ja! En Tuesday Guest Star met een nog tot nu toe onbekende guest star. Maar ik kom er nog achter. Als ik Alfredo tegenkom, die zegt me alles. En van Small World zijn we beland in Casey Junior. Deze vind ik leuk, want hier staat een kasteel dat ik leuk vind. En dat is eigenlijk een beetje de Big Thunder Mountain van Fantasyland. Dus ja, vind ik leuk. En winderig. Het is, ik denk dat Puma in de buurt is. Zo winderig is het. Ook bij Toval. Bij het restaurant staat het buiten. Ik hoop eigenlijk stiekem dat shows en zo doorgaan. Met deze... en kijk eens, grijzetjes en zo. Oh. Nee, want het is... het zou me niet verbazen, moest ik hier ook nog zo dadelijk Mary Poppins zien zweven door de lucht. Het is echt weer voor te zweven hoor. Ja, jullie horen mij waarschijnlijk niet echt goed door de muziek, maar we zitten hier nu klaar voor de tweede Team of Mother Dance. Zo, shoutje. We zijn weer klaar om te shaken. Het goede weer heeft een beetje plaatsgemaakt voor heel slecht weer. Mike is ingepakt.
Leonie staat hier ergens ingepakt. Ik ben ingepakt. Mijn vader is ingepakt. Mijn moeder is ingepakt. Ze zijn allemaal ingepakt. Ja, we zijn al serieus nat geworden. We hopen echt dat... Ik heb mijn achterkantje niet mee. We hopen echt dat het nog gaat stoppen met regenen, maar... altijd pijpen stelen. Gelukkig staan wij hier droog. Oeps. Oh, wacht even. Ja, wij maar staan, maar je kunt niet verder. Oh ja, juist. Wat ik dus zei. Gelukkig staan wij hier droog te wachten aan het prinsespaviljoen. Voor Bel! Ja, Bel is natuurlijk de prinses in de gele, de goudgele jurk. Dus ze gaat sowieso onze hartjes verwarmen tijdens de meet and greet. Daar ben ik heel zeker van. En we zijn met twee reuze Belfans en Leonie is helemaal van prinsessen. Maar wij zijn de Belfans. En Leonie. En dit is Leonie, de prinses. Dus het komt sowieso goed. We zitten de camera uit, we gaan gewoon playen. Ja. Kijk nu naar Maaike zoals ze nu is. Als jullie daar de volgende keer terug zien, onherkenbaar. Ja. Echt onherkenbaar. Gecensureerd. Ja, gecensureerd. Ik heb jou nodig namelijk. Je hebt mij... Ja, ik heb mijn tas ergens kwijt. Oh ja. Ja, oké. Okay. Ik moet stoppen, want ik moet je helpen. Oh, we hebben net echt een geweldige meeting gehad met Bel. Dat was echt zo. We hebben goed gelachen ook. Vooral met de fotograaf. Mijn vader. Hopelijk mag ik niet zo worden. En nu is het tijd voor de parade en het is droog. Ik heb gezegd, Belle is de prinses met de goudgele jurk. Ja, we hebben Maaike ook nog in de goudgele jurk. Het zonnetje is gewoon gaat schijnen voor ons. Dus ik zou zeggen, lost in the magic. Paradetijd. Oh, en heel wat later zijn we weer terug. We hebben natuurlijk genoten van de parade. Het was een heel leuke parade. Ik heb een selfie kunnen nemen met Nemo. Ik dacht het eerste instantie dat Marlin achter mij stond. Dat was Nemo. Was heel leuk. En toen zijn we lekker gaan eten bij Ned's Diner. Hebben een beetje geshopt. Ja, was keigoed hoor. Schande, geen chocolate fudge gegeten. Wel brownie. Wel brownie. Nu gaan we heel vlug naar het toilet. En dan gaan we wachten op de meisjes. Want ja, dat doen we natuurlijk graag hè. Zo, inmiddels hebben we alle prinsessen zien voorbij komen, wat natuurlijk kei leuk is. En dan gaan we gewoon iets zoeken om ons bezig te houden totdat Illuminations begint. We moeten wakker blijven, hè? Valt niet mee. Nee. Valt echt niet mee. Ik had hem aan kunnen vragen. Ja. En onze eerste avondstop is Pirates of the Caribbean. We hebben vandaag totaal nog niet gedaan. Omdat het regent. Maakt niet uit. Maar het is gewoon te leuk. Pirates. Klassiekertje. Ja, ik dacht het zo pas door. Ik denk, je weet waar we heen gaan. Jullie komen wel bij. Kan ik pas naar beneden? Of pas dat eruit? We stonden eigenlijk net pas beneden. Ja, time flies in Disneyland Parijs natuurlijk. We zijn intussen na Pirates of the Caribbean nog in de Phantom Manor geweest. We wouden ook de Big Thunder Mountain nog doen, maar het was een beetje druk. Dus we zijn hierin klaarstaan voor Illuminations en we hebben echt weer... Ja, jullie gaan het zien. Best view ever. Dit wordt genieten. Dit wordt echt genieten. Ja, dat was Illuminations dus. En voor Mike de allereerste keer. Anne? Ja, mooi. Maar
volgende keer ga ik gewoon mijn bed in. En wat zou je zeggen? Dreams of Illuminations? Wow, dat weet ik echt niet meer. Weet je hoe lang geleden dat ik Dreams gezien heb? Te lang. Normaal gezien ongeveer een jaar of drie, vier. Ja, nee, drie, denk ik. Ja. Ik heb het vuurwerk al zo lang niet meer gezien. Ik denk de laatste keer is 6 jaar terug. 8, 7,5. Oh jezus, dat is online geleden. Ja, maar goed. Ik vond het leuk om eens te zien. Eindelijk gelukt. Nee, Pink, zo. Witch. Maar ik ga liever voor de Wals. Star Plus is Wals. Ja, inderdaad wel trussen. Einde van de vlog is weer gekomen. Jullie zien het bijna niet meer. Dus daarom ook dat het gedaan is. Hartelijk bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Kijk maar liefde hier. Ja, duimpje omhoog. Abonneren. Tot de volgende keer. Dag.